Hallo, leuk dat je kijkt. Gouden objecten naschilderen. Hoe doe je dat? En dan gaat het me dus even echt om letterlijk naschilderen. Hè? Dus het effect van goud nabootsen op een papier of canvas. Uh, je kunt natuurlijk ook schilderen met gouden verf. Hè? Met effectverf zal ik maar zeggen. Die dus ook glimt en dat soort dingen. Of werken met bladgoud. Maar dat is een heel ander verhaal. Daar heb ik weinig verstand van. En uh, ik ben eigenlijk een meer een traditioneel schilder, zal ik maar zeggen. Ik kijk naar de wereld en ik probeer dat na te bootsen op mijn canvas. Ik kan dus niet een pasklaar antwoord geven: in de zin van je moet 2 ml geel door uh, 1 ml rood en een klein tikje blauw mengen. Dat lukt niet, omdat goud zich. Op heel veel verschillende manieren aan ons toont. En dat heeft te maken met het feit dat goud heel erg reflecterend is. Dus ik heb hier nog ergens natuurlijk uh, goud licht. Even kijken, waar is het ook alweer? Het moet hier ergens zijn bij dat raam dat niet op slot kan en dat altijd een beetje parkeer staat. Even zoeken hoor. Oh ja, ja, hier is het. Maar kijk eens, dat goud is hartstikke glimmend en reflecterend. Ik heb hier een tas met van die leuke rode dingen aan de binnenkant. Dat goud wordt gewoon knalrood. Het ligt er maar weer aan hoe ik het bij het licht houd. En daardoor presenteert het zichzelf op heel veel verschillende manieren aan ons. Dat zie je hier in de foto's. Dit zijn gewoon een paar willekeurige foto's. Maar kijk eens wat veel verschillende kleuren ik tegenkom. Het kunnen gelen zijn, geelgroenen, bruinen, grijzen. Zie, dat is van alles en nog wat. En dat gouden effect wordt dus veroorzaakt door die kleuren op de juiste manier uh, na te maken en naast elkaar te zetten in je schilderij. Dus dat gaan we zo ook oefenen. Maar het is dus weer, net als met alle andere onderwerpen die je maar kunt naschilderen, is het... Wij pletten de wereld voordat we het op het doek zetten. Dat doen we gewoon in ons hoofd. En dat doen we dus door niet te kijken naar... Oh, ik zie daar een paar goud liggen en het is, uh, weet je wel, dat soort dingen. nee. We kijken naar wat voor vorm zie ik op deze plek. Wat voor kleur heeft die vorm op die plek. Welke vorm zit daarnaast. En wat voor kleur heeft die vorm. En zo, hè, net als weer schilderen met nummer. Daar hebben ze alleen de vormen voor jou al uitgezocht. En welke kleuren je erop moet doen. Maar dat is eigenlijk wat wij zelf ook doen. Dus uh, ja. Oh. Au. Nu gaan we aan de slag. Dan gaan we eens eventjes wat een gouden object naschilderen. Dus één van mijn goudstaven. En dan heb ik eerst eventjes gouden omgeving eromheen geschilderd. Want ja, de omgeving heeft invloed op de goudstaaf. Zoals we net hebben gezien. Dus dat is wel belangrijk. Die doet ook gewoon mee. Maar ik wil nu specifiek laten zien hoe we dat goud opbouwen. Want dat is dus een kwestie van kleuren naast elkaar zetten. Maar in de schets heb ik dus al. Aangegeven waar bepaalde vormen lopen. Zie je wel? Bepaalde vormen, gewoon met lijnen aangegeven. En die vormen gaan we nu bepaalde kleuren geven. Nou, één tip is in ieder geval al: scheur een stuk papier af. En nu ga ik naar deze vorm kijken. Wat voor soort kleur is dat? Nou, dat is nu heel moeilijk te zien, omdat we er van alles omheen zien. Hè? Dan worden we gefopt, dat is heel lastig in te schatten. Nou, hoe kun je dat nou voor jezelf makkelijker maken? Je kunt bijvoorbeeld een gaatje knippen of snijden uit een stukje karton. Dan heb je eigenlijk een kijkgaatje waarmee je een kleur kunt isoleren. Zie? Dus nu zie ik de omgevingskleuren niet. En nu zie ik ineens: ah, het is een soort rood-bruin. Nou, dus ik meng wat rood met wat gebrande onder. Je kunt er op veel meer manieren tot deze kleur komen hoor. Dit is gewoon een shortcut. En dat doet er even niet zoveel toe. Maar nu ga ik mezelf controleren. Klopt die kleur? Dus ik zet het op de rand van zo'n afgescheurd papiertje. Dat hou ik naast de foto en dan zie ik, ah, het komt aardig overeen. Dus toevallig zat ik nu in één keer behoorlijk goed. Zit je nou niet goed? Ja, dit is helemaal niet erg. Dat is juist heel logisch. Dan pas je die kleur gewoon gaandeweg aan en dan blijf je jezelf telkens even controleren. Want in het begin word je nog veel meer gefopt door je eigen waarneming, maar hoe langer je schildert, hoe meer ervaring je opdoet, hoe minder je nog wordt gefopt. Kijk, hier is de kleur, gaat die iets meer naar oranje toe, dus heb ik iets meer geel toegevoegd. Nou, dat kaal gewoon, hè. En dan werk ik dat er een beetje doorheen. Dus binnen zo'n vorm heb je soms nog wel eens kleine kleurverschillen, maar... Maar ik kijk nu dus vooral naar de vorm van deze kleur. Van de kleur die ik nu op mijn palet heb. Dat zoek ik gewoon overal bij elkaar. En dan kijk ik gewoon van hoe loopt dat? Waar moet ik het neerzetten? En that's it. Verder denk ik eigenlijk helemaal niet na. Nou, je ziet hier ook uh, trouwens: er zit een uh, vlekje op de verfpot. Raar eigenlijk, want bij mij is altijd alles brandschoon, maar vooruit. Dat vlekje was ik vergeten erop te schilderen, dus dat doe ik nu eventjes. Want die komt ook in die goudstaaf terug, hè? die wordt gewoon gespiegeld. Nu ga ik eens even kijken naar die, uh, die, die donkere schaduw onder de pot. Die wordt ook gereflecteerd in de goudstaaf. Nu breng ik rood en bruin door elkaar om deze donkere kleur te maken. Dus gewoon, hup, door naar de volgende vorm. En, en dat is dus die rand, die occlusieschaduw daar onder die pot... Die wordt gewoon gespiegeld in het blok goud. Dan wordt die kleur net ietsjes lichter. En ik maak het in dit geval lichter met geel, omdat het wat warm blijft en wat pittig. En ook gewoon eigenlijk wat geë. Dus in dit geval, als ik het met wit zou licht maken, dan krijg ik ineens een hele muffe kleur. Maar deze heeft nog best wel wat pit. Dus daar heb je het weer, heb ik ook een video over gemaakt. Het lichter maken van kleuren met geel en wit of geel zonder wit. Of wit zonder geel. <laughs> en alle variaties ertussenin. Nou, inkleuren maar, schilderen op nummer, dames en heren. Dat is gewoon wat we aan het doen zijn. Daar komt een nog wat donkerder stuk. En daarvoor doe ik ook wat ultramarijn door mijn mengsel. Dus zowel gebrande onder als ultramarijn om het nog iets donkerder te krijgen. Nou, dan kijk ik weer naar de vorm van die kleur. Dus het is eigenlijk ook een soort tekenen hè, wat je doet. Nou, heb je hier die rand die dan zo buigt, daarop zien we een oranje kleur. Dus ik gebruik wat pyrole rood en wat cadmium geel. En ik maak eerst eens gewoon oranje, dat is gewoon de eerste stap. Ga ik zo wel eens even kijken of we dan op de goede weg zijn. Dus ik controleer mezelf weer. Nou, het is niet onaardig, maar mijn oranje is iets te fel. En hoe breek ik dat, die felheid af? Door er wat van de derde primaire kleur doorheen te doen. Want dat rood is al opgebouwd uit een beetje magenta en geel. He, the theoretisch gezien. En geel is opgebouwd vanuit geel. Nou, welke kleur hebben we dan niet gehad? Cyaan. Dus nu door ultramarijn toe te voegen, hebben we ook een klein beetje cyaan dat we aan het mengsel toevoegen. En krijgen we dus een wat suffere kleur. Een wat grijzigere kleur. Dus altijd als je een niet een minder felle kleur wilt. Zorg er dan voor dat je een mengsel drie primaire kleuren bevat. Nou, dan vul ik dat gewoon weer in hè, op de juiste plek. Gewoon elke keer hetzelfde verhaal. Nou, dan maak ik nog even een soort transitiekleur, een overgangskleur hier zo tussenin. Dat het wat meer buigt. En nou ga ik eens kijken, wat voor kleur zie ik hier dan boven op dat bovenste vlak van die goudstaaf? Nou, daar wordt die pot gewoon weer in gereflecteerd. En dat is dan net ietsjes minder felrood dan de pot zelf. Maar het scheelt bijna niks. En ook let ik erop dat ik. Hè, dat, je ziet eigenlijk tussen die goudstaaf en die pot niet echt een duidelijke rand. Dus dat wil ik in mijn schilderij ook niet. Jammer genoeg zie je wel een beetje mijn schetslijn er nog doorheen. Dus er staat een iets te harde rand eigenlijk. Ik verbind hem even met dat oranje. Hier zie ik ook die kleur nog een beetje langslopen. Dus die zet ik hier ook nog neer. En hier. Dus ik kijk ook gewoon naar waar kom ik het nog meer tegen. Nou, dan zie ik hier een wat lichter gedeelte op dat bovenste vlak. En dat is de weerspiegeling van mijn Schildersezel. Die verticale lichte kleur in de achtergrond die daar staat. Die wordt gewoon op dat blok goud weerspiegeld. Dus die kleur ga ik gewoon namaken. Die ik daar weer op dat goud blok zie. En dat is, ik gebruik daarvoor eens wat gele oker. Gele oker is een hele handige kleur, omdat dat zo dekkend is. Hè? En, dan, uh, nou, en het zit al een beetje in de buurt. Dus gele oker met een beetje ultramarijn, om het nog ietsjes grauwer te maken. He, een klein tikje richting het groen eigenlijk. En dan zie je eigenlijk dat het het best een aardig kleurtje is voor daar. Maar tot nu toe is het gewoon ook nog steeds... Heel idioot. Je kunt hier eigenlijk nog geen pijn op trekken. Het ziet er nog steeds heel raar uit. En uh, gooi je schilderij in dit stadium nog niet in de prullenbak. Ga nou gewoon eerst door. Want het ziet er pas logisch uit als je doorgaat en meerdere kleuren naast elkaar hebt staan. Eigenlijk als je alles een keer met kleuren hebt behandeld. Dan pas kan je zien of het logisch wordt. De rest van die bovenkant is nog wat rauwer. Dus. Daarvoor ga ik eventjes, en, dat, en de oppervlakte daarvan is wat groter, dus dan gebruik ik gewoon even het paletmes om wat meer kleur aan te maken. Want als je meer kleur nodig hebt, gebruik dan alsjeblieft het paletmes, anders zit je heel snel zonder kleur, en dat, want de grote hoeveelheden verf mengen met je penseel is lastig, dan zit alles in de haren van je penseel. Ik heb hier wat gele oken. Ik meng er wat uh, gebrande omber doorheen. Ik heb zo het idee dat dat wel eens zou kunnen werken. In dit geval moet er ook een klein tikje wit doorheen om het ietsjes soffer te maken. Nou, en dan pakken we gewoon een lekker vrij groot penseel en blokken we dat, die kleur er even in. Die inscripties in de uh, goudstaaf, trouwens, daarbovenop, dat interesseert me niks. Die zet ik er niet in. Dat gaat me een beetje te ver. Dit is ook niet een schilderij dat uh, in het Louvre hoeft te komen hangen. Het is een studie hè, van hoe kunnen we die goudkleur nabootsen. Dus ja, hoeft echt niet helemaal tot in detail. Dat is trouwens ook direct een tip. Als je zo'n vraag hebt hè, van uh, hoe schilder ik zus of zo, ga het gewoon proberen. Je hoeft niet per se meteen allemaal kunstwerken te maken die het museum in moeten. Gewoon oefenen. Gewoon. En uh, uit de context ook, hè? dus. Maak gewoon er een klein, hap, uh, klein uh, ja, behapbare oefening van, zou ik maar zeggen. Dan gaan we eens even kijken naar deze kleur. Ik houd mijn kijkgaatje erbij. En dan zie ik, ah, kijk eens, dat is een soort bruine kleur. Ook een weer iets warmere bruine kleur. Dus ik pak gewoon wat van dit mengsel. En dat zal ik even een beetje proberen op te krikken met wat rood. Om het weer iets roodbruiniger te krijgen. En dan is het goed genoeg. En dan kijk ik ook even naar die andere kleur. Die ziet er wat groeniger uit, naar mijn idee. Dus dit is weer een iets groenigere kleur. En die komt daar ook nog terug, daar onderin. Dat is dezelfde kleur, dus dat is mooi. Laat ik die ook even aanmaken. Daar gaan we weer. Ik pak wat van dat mengsel wat ik bovenop had gedaan. Daar doe ik weer iets geel in en ietsjes taloblauw. Taloblauw om hem wat naar groen te krijgen. En altijd uitkijken met falo-blauw, want dat is een heel sterk pigment. Dus oei, 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 een heel klein beetje is al genoeg om het groen te maken. En dan is het weer goed genoeg. En kijk eens hoe mooi dat teststrookje eruit ziet. Dat kan trouwens ook zo het museum in. Maar goed, nu zet ik dus gewoon weer die kleurvlakken erin. Dus ik kijk naar de vorm van die kleurvlakken. Schilder op nummer, daar gaan we weer. Dus deze kleur heeft deze vorm overal. En dat smeer ik er gewoon in. Hier wordt hij nog ietsjes donkerder, ietsjes groener ook. Dus ik doe er iets meer blauw doorheen. Zie, ik kun gewoon nat en nat alles een beetje makkelijk door elkaar frutsen. Maar eh, nog even één keer. Ik heb het al zo vaak gezegd. Hè, maar mensen denken vaak dat kleuren mengen moeilijk is. Nou valt dat kleurenmengen dus op zich wel mee. Als je de kleurentheorie een beetje begrijpt, is dat niet zo moeilijk. Het is veel moeilijker om goed waar te nemen wat voor kleur zie ik nou echt. En als je weet welke kleur je echt ziet, dan kun je er makkelijk snel komen. Want dan is het gewoon een kwestie van kijken en vergelijken. En misschien moet er wat meer rood in, of wat meer geel, of wat meer blauw. Maar dat is dan dus niet zo moeilijk meer. Nu ben ik dus bezig met die iets warmere kleur. De vorm daarvan en dat gaat dus een beetje om dat groenige heen. Eerst zet ik gewoon dat neer en ik maak me nog geen zorgen over die overgang. Dat ga ik nu pas doen, zie. Dus eerst een beetje die kleur neerzetten en dan pas door elkaar werken. Ik wil gewoon nat en nat. Dat heel makkelijk door elkaar werken, want die kleuren. Het zijn geen hele verschillende kleuren, dus je kunt ze heel makkelijk laten mengen. En uh, om nog even, hier ga ik nu trouwens die, die kleur iets oplichten met een beetje gele oker er gewoon een beetje, ja, zo er doorheen gemengd. Maar om nog even op dat kleurenmengverhaaltje van net terug te komen. Uh, je zult ook zien dat als jij uh, wat beter wordt in kleuren mengen, of althans vooral ook het waarnemen en een beetje de voorbereiding op je palet. Doet. Dan heb je ook ineens veel minder last van de snelle droogtijd van acrylverf. Dan kun je zelfs nog wel eens hebben van dat je denkt van droogt het zelfs nog maar wat sneller. Heel gek. Maar zo is het wel. Nou hier zit dan weer een vrij lichte kleur ook. Dus daar zet ik gewoon wat gele oker ook neer. Nu doe ik dit donkere stuk er even tussen. Dus deze vorm van dat donkere stuk. Gewoon weer. Kijk en vergelijk. Maak ik het ook vrij zacht even weer aan de randen, want het heeft geen harde randen. En zo ga ik maar door. Hier zit een vrij donkere vorm. Eigenlijk is dat. er zit iets van. Uh, hè, dat is natuurlijk uh, jammer genoeg een nepgoudstaaf en er zit iets van plastic overheen of weet ik het een deukje of zo en. In ieder geval, dat, dat, ik weet niet precies wat het is, maar ik zet het er maar gewoon in. Dat kan mij het schelen. Ik zie het, dus ik doe het. <laughs> nou, en hier werk ik weer iets van die iets lichtere kleuren eromheen. Hier zit ook nog een donkere kleur langs, zie je wel. Dus wel weer. Hups, oké. Okay. Probeer je te houden aan wat je ziet. En dan hoeft het nog niet eens allemaal zo perfect. Maar als je maar een beetje in de buurt zit. dan komt het echt wel goed. En het ziet er nu nog steeds heel raar uit. Ik weet zeker dat een heleboel mensen. een schilderij op dit moment. gewoon zo in de container zouden gooien. Of gewoon zouden zeggen: Nou, ik ga er wel een keer misschien ooit aan verder. maar ik heb voorlopig niet meer zo zin. Ja, dan zul je nooit weten of het. Misschien toch goed zou aflopen. Hè? Dus schilderen is ook een beetje durven. En een beetje durven te vertrouwen dat het goed komt. Als je de boel maar keurig geeft, Als je die vlakken maar neerzet. Het is gewoon heel bijzonder. Hoe onze waarneming werkt. Dat het eigenlijk alleen maar werkt als... We een totaalplaat zien van alle kleuren naast elkaar, om elkaar heen en hoe die elkaar beïnvloeden. En, en dat maakt dat we een mooi totaalbeeld krijgen of een soort van kloppend totaalbeeld. Sommige lijnen maak ik ook wat zachter, hè? weet je nog, van de les over hardere en zachte randen. Ook een belangrijk ding in de schilderkunst. En trouwens, het wil dus niet zeggen dat terwijl ik dit sta te schilderen, dat ik er zeker van ben dat dit lukt, hè? Maar dat lijkt zo omdat ik maar gewoon doorga. Maar ondertussen ben ik ook best zenuwachtig. Ik ben altijd eigenlijk altijd wel zenuwachtig, hoor, totdat ik de eerste kleurenlaag helemaal klaar heb, dan begin ik meer vertrouwen te krijgen. Dan denk ik: "Ah, ja, het begint wat te werken." Maar nu nog steeds die voorkant hier. Ik ben ik nu trouwens aan het mengen, dat is een beetje weer deze kleur. Zolang dat er niet staat, werkt het gewoon niet. Dan heb je gewoon heel veel fantasie nodig, eigenlijk, om hier iets van te maken, van, 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 van logica in te zien. Dus ja, dat heb je nou eenmaal toch wel als je aan het schilderen bent, tenminste ik wel, ik weet niet, misschien is dat wel herkenbaar, dat je toch wel een beetje de in de zenuwen zit van: ja, werkt dit wel? Raar eigenlijk, hè? <laughs> en dan, als het schilderij klaar is. Dan denk je twee minuten lang, oh dat is leuk. En dan denk je, ik heb eigenlijk zin in een volgende schilderij. En dan begint alles weer van vooraf aan. Wat doen we onszelf eigenlijk allemaal aan? Maar goed. En nou is het natuurlijk zo dat hoe meer je schildert en hoe vaker je hebt ervaren van, oh het komt toch wel weer goed. Ja, dat helpt wel hoor. Dus het wordt dan wel steeds, je wordt wel steeds iets minder zenuwachtig en je maakt je wel minder zorgen. Tenminste, dat heb ik dan. Maar het, ja, zeker bij dingen die ik niet vaak doe, zoals een goudstaaf schilderen, dan is het dan toch weer een beetje onbekend terrein. En dat terwijl alle principes helemaal hetzelfde zijn, toch blijf je dan denken van ja, zou het wel echt goed komen. En nu werk ik hier even een beetje aan die buigende rand kleuren daarvan en nou werk ik er nog even wat extra van die kleur in, want het is me iets te licht uitgevallen, hè? Dus ja, het is gewoon een beetje vergelijken met de foto, maar dat is gewoon een net ietsjes donkerdere toonwaarde en ook qua kleur zit het redelijk in de buurt van wat er al staat. Dus voor je het weet wordt het gewoon een heel prettig soort zacht, uh, ja, zacht. Uh, een zachte overgang he, die je krijgt. Dus daar hoef je heel weinig moeite voor te doen. Dan krijgt het ook vanzelf al heel snel wel een beetje iets glimmends. En nu zou je kunnen zeggen: krijgen we al een beetje het gevoel van ja, het zou wel eens goed kunnen komen. En nog steeds, he, die, die voorste rand die eh, heeft wat meer glim nodig, zal ik maar zeggen. Dus daar komt nog lichtere kleur op. En dan met elk dingetje dat je doet, nu. Kom je eigenlijk wel in een rap tempo nou dichter bij het gevoel van uh, dat het wel goed gaat komen. Maar die, uh, die, die rechtopstaande rand, die voorste rechtopstaande rand hier, die heeft ook nog wel even wat nodig natuurlijk. En dan zouden we eigenlijk echt voor het eerst goed moeten kunnen zien van oké, okay, dit is wel iets dat op goud lijkt. Daar zo om de hoek zie ik nog een heel licht stukje. Die zet ik er ook nog even in. En uh, hier dit trouwens. En, en nu heb je zo'n voorbeeld van. Hè, droog de acrylverf maar wat sneller. Want ik zou hier heel graag nu meteen ter plekke met een lichtere kleur overheen gaan. Maar helaas de verf is nog niet droog. En dus dat schiet niet op. Maar ik doe het maar even een beetje nat in nat. Maar dan kan ik niet zo precies werken. Dus het is beter eigenlijk om even te wachten. Ja, even, dat duurt dan wel ruim een kwartier. Tot het echt goed droog is. En eh, nou ja, goed. Maar dit kan ook hoor: nat in nat en dan een beetje proberen resoluut overheen te werken. Alleen de precisie zit er dan niet zo in. Hè? Als de verf eronder droog is, dan kun je veel preciezer schilderen. Nou, er zit ook nog een soort iets bruiner soort eh, gebeuren daar. Zo'n zo puntje daar en zo'n streep. En ook daarvoor geldt weer, ik doe dit nu nat en nat. Dus mijn kleur gaat meteen om zeep. Eigenlijk. Dus eigenlijk, dit is niet de ideale manier om dit te doen. Zeker niet voor dit soort priegeldingen. Maar misschien komen we er een beetje net mee weg. Nou, en dan vind ik het altijd gewoon toch grappig. Hè? Als je nou naar dat palet kijkt, wat een troep op dat palet. Het ziet er leuk uit hoor, daar gaat het niet om. Maar je kunt je toch niet voorstellen dat die kleuren die op dat palet liggen. Dat dat bij elkaar een soort gouden object moet voor, uh, veroorzaken. Hè? Dat, dat is toch gek als je dat zo ziet? Dat vind ik altijd wel magisch. Nou, dat ben ik nog vergeten. Dat zag ik uh, pas later. Dat ik hier in de voorgrond die troep op mijn palet. Want die foto heb ik gemaakt op mijn palet. Die, die objecten daar even opgezet. Maar. Daar zitten van die opgedroogde stukken verf en zo. En nou ja, die was ik vergeten erin te zetten. En het is toch wel fijn om dat nog even te doen. Dan heeft het een beetje daar uh, wat meer stevigheid rechtsonder in, in dat schilderij. Nou, dat werk ik een beetje gewoon zo klodderig door elkaar heen. Maar goed, ik hoop dat ik je hiermee een beetje heb kunnen laten zien hoe je zoiets aanpakt. Het is dus gewoon een kwestie van elke keer heel lokaal kijken van wat is dit voor vorm, wat is dit voor kleur, hoe licht of donker is het. Probeer dat te maken. Controleer jezelf vooral goed of de kleur wel overeenkomt, omdat je gauw gefopt wordt. Maar als je die kleuren en toonwaarden zo'n beetje juist neerzet, dan al gauw krijg je een goed genoeg effect. Van goud in dit geval. Succes, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.